Voor Kunst en Route ben ik in Schorel bij beeldend kunstenaar Willem Schotten. Hierachter is zijn atelier en ik ben heel benieuwd wat hij ons gaat laten zien. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zijn werk van foto's ken, maar dat heeft me ook heel nieuwsgierig gemaakt. Dus ik ga een kijkje nemen. Atelier, ja, maar we staan hier in een bijzonder pand. Oud, denk ik. Oud, nou, het ziet er ouder uit dan het is. Het is de oude melkfabriek in Schorel van de coöperatie De Goede Verwachting. Dit pand is gebouwd in vlak na de oorlog in 1946. Okay. En dit was de kaasmakerij. En hier werd yoghurt en kwark en kaas gemaakt. Hier beneden en boven waar mijn atelier is, dat was de kaaszolder. En daar zie je straks ook nog wel wat restanten van staan. Dus we kunnen daar naartoe. Leuk, daar gaan we heen. Prima. Ja, goed. We staan op de kaaszolder, zoals je zegt. Ja. Inmiddels in gebruik voor heel veel andere doeleinden, zie ik. Opslag van spullen. Spullen, ja. Ja. Maar dit was dus de kaaszolder. Dit was de kaaszolder, ja. Dat tot 1965, geloof ik, lagen hier de Edammers te rijpen die beneden waren gemaakt. Alle schappen die je hier ziet, die stellingen, lagen vroeger van deze planken op. Oh ja. En met holletjes. En daar lagen de edammers in. Dus toen rook het hier heel anders dan dat het nu doet. Vast wel, ja. Kan me voorstellen. Ja. En dat is jouw ingang? Dat is de ingang van mijn atelier. Dus, nou, laten we naar binnen gaan. We gaan naar binnen. Ga je gang. Willem, leuk dat we hier binnen mogen kijken. Welkom. En dankjewel. Ik heb me eerst even moeten oriënteren, want ik zie zoveel spulletjes en materialen en objecten. Ja. Echt prachtig om te zien. Ik kan hier denk ik wel uren rondlopen. Vertel iets over jezelf, over je achtergrond. Ik ben van oorsprong leraar handvaardigheid en tekenen. Ik heb leraaropleiding gevolgd in Amsterdam, de Witte Lelie. Ik ben nooit vast in het onderwijs beland. Toen ik afgestudeerd was, was er eigenlijk geen werk op dat moment. Ik heb jarenlang wel ingevallen op een heleboel verschillende scholen, maar op een gegeven moment dacht ik van nou, dit gaat hem niet worden. Dus toen ben ik met een map met tekeningen onder mijn arm grafische bedrijven langs gelopen. En uiteindelijk in Alkmaar beland bij een bedrijf waar ik nu nog steeds werk als grafisch ontwerper. Ja. Hoe ben je hiermee begonnen? Ontstaat een idee om dit te gaan doen? Ja, dat is langzamerhand gegroeid. Ik ben van kinds af aan al een verwoede verzamelaar van alles en nog wat. Als kind liep ik al met mijn neus op de grond botjes te zoeken en steentjes en veertjes en dingetjes. En, in feite verzamel ik nog steeds. En het zijn allemaal oude spullen die ik verzamel. En ik gebruik ze om daar mijn objecten van te maken. Ja, en je objecten, dat zijn hoofdzakelijk kijkkastjes? Kijkkastjes, ook wel losstaande driedimensionale objecten. Maar vooral kastjes inderdaad, ja. Ja, en de vulling, dat wat je daarin doet, dat heeft iets verbindends met elkaar. Hoe ontstaat dat? Ik ben altijd op zoek naar dingen, voorwerpen en materialen die van oorsprong niets met elkaar te maken hebben. En door die te combineren ontstaat er wat nieuws. Blaas ik ze eigenlijk nieuw leven in. Het zijn allemaal vaak afgedankte spullen en materialen die overal vandaan komen. Meestal weet ik ook niet waar vandaan. En het heeft een leven achter zich. Het zijn eigenlijk stukjes overgebleven, levenssnippertjes die ik vind en die een nieuw leven krijgen. Ja, dat is ook een beetje je uitgangspunt, is dat je passie? Dat is mijn passie, ja. Ja, ja dat is wel heel leuk. Ik wil graag even een voorbeeld erbij zien. Ja, dat kan. Dan moet ik even wat pakken. Ik ben altijd met een aantal dingen tegelijk bezig. En ik zal eventjes, even kijken. Wat heb je daar voor moois? Ja, nou, dit is een kistje wat ik in een dunkzaag gekocht heb. En oud en versleten en verweerd. En daar ben ik gek op.
was het mijn autisch. Je weet niet waar het vandaan komt, nee. Wat voor functie het heeft. Nee, geen flauw idee. Maar dat vind ik ook niet altijd even belangrijk. Het nee. kan bij sommige dingen wel extra meespelen, maar dat hoeft niet per se. Hier heb ik een holle spiegel en een lens ingemonteerd. En het grappige is ook, als je, ja. Ja, als je hem dicht doet, dan passen ze ook in elkaar. Dus dat is een bijkomstigheid. Okay, ik heb hier een oude glazen knikker. Als ik die in dat holle spiegeltje leg en de zon, het licht schijnt erop. En je kijkt van boven, dan zie je dat prachtig weer spiegelt in die holte. Ik zie het al, het blauw. Ja. Prachtig, ja. Dus de zon en het blauw, de hemel en aarde. Dat is ook de titel van dit kastje. Wat ontzettend leuk bedacht, ja. Ja, en het ontstaat terwijl ik bezig ben. Ik bedenk niet van tevoren van dat of dat ga ik maken. Nee, je ziet iets van materiaal of spulletjes en dan ontstaat het idee. Ja, ik laat me leiden door het materiaal wat ik heb. En dat kan een kastje zijn of een voorwerp. Ja. En al gaandeweg ga ik kijken van wat past erbij en wat gebeurt er als ik dit of dat combineer. Ja, en je maakt dus die kastjes. Hè? Ja, maar... De kastjes zelf maak ik niet. Het zijn eigenlijk altijd bestaande kastjes die ook alweer een functie hebben gehad. Dit is bijvoorbeeld, die hier staat, is een omlijsting, de kast van een Friese staartklok. Oh, oké, ja. Maar doordat je die uit de klok zelf haalt, krijgt het een heel andere functie en een andere uitstraling. Ja. Het staat hier omdat die, er moet wat mee gebeuren en ik weet nog niet wat. Af en toe zit ik er wat in, dan denk ik van, nou, misschien wordt het wat. Ja. Nou, dat komt vanzelf wel. Bijzonder dat je hiermee bezighoudt, dat je dit doet. Hoe is dit ontstaan, Willem? Tijdens mijn opleiding, leraaropleiding tekenen en handvaardigheid, heb ik veel geschilderd. Voor die tijd ook wel trouwens. Op een gegeven moment kwam daar collage bij. Dus dat werd al een beetje driedimensionaal met verschillende materialen, oud papier, karton, een stukje hout. En gaandeweg is dat steeds meer uitgegroeid tot het maken van assemblages. Dus samenstellingen van verschillende materialen. En je maakt ook gedenkkastjes? Ja, ik krijg af en toe eens een opdracht van iemand die, vorig jaar nog iemand die kwam met as aan van haar overleden ouders. En die vroeg of ik daar een kastje mee wilde maken. En dat is wel heel bijzonder om te doen. Dat is heel dat dankbaar. Kan ik me voorstellen, ja. Dan de combinatie met een parfumflesje waar die as in ging, fotootjes, een zakdoekje met een geborduurd monogram. Persoonlijke spulletjes. Persoonlijke herinneringen en spulletjes die anders in een laadje belanden. En dan denk je, wat moet je ermee? Nu heeft het een eigen plek gekregen. En dat is heel leuk om te doen. Ja, wat een prachtig idee. Ja. Ja. Hoe kom je aan je materialen? Zoek je dat allemaal zelf? Krijg je dat van anderen? Allebei, ja. Ik ben altijd op zoek op rommelmarkten, kringloopwinkels, marktplaats haal ik veel vandaan. Ja, als er ergens een container staat, duik ik erin. En als kind al liep ik te struinen op de dinsdagavond als het gevuil buiten stond. En toen ik een jaar of 7 was, stond er aan de overkant bij ons, bij het huis van een overleden buurvrouw, een heleboel rommel buiten. Bedden en kastjes. Het hele huis was leeg getrokken. En tussen alle troep vond ik een doos met daarin persoonlijke brieven, foto's, visitekaartjes, bidprentjes, van alles en nog wat. Heel persoonlijk van die dame die 90 was en overleed. En toen had ik al het besef van, dit is iets heel bijzonders, bijzondere situatie. Ik als 7-jarige met al die oude spullen. Dit zijn overblijfselen uit een leven wat niet meer is. Dus ja, toen is eigenlijk die fascinatie ontstaan voor oude foto's. En het fijne om dat nu te kunnen gebruiken, toe te passen. Ja. En mensen om je heen weten waarschijnlijk ook wel dat ze spullen bij jou kunnen brengen. Ja hoor, ik word regelmatig voorzien van allerlei moois. Dat is heel leuk. Ja. En ook weer leuk om te kunnen laten zien dat het gebruikt wordt. Ik zie hier werkelijk van alles op tafel liggen. Het is een hele bonte verzameling. Schelpen, eieren, een hoorn. Een koehoorn, ja. Van een koe, ja. En zelfs muziekinstrumenten. Ja.
Dus het worden ook best nog wel grotere objecten? Nou, dat valt eigenlijk altijd wel mee. Dus, het wordt meestal niet groter dan 60, 70 centimeter rondom. Oké, dus hier zou je een deel van gebruiken? Daar gebruik ik een deel van, ja. Ja, echt heel leuk. Echt heel veel. Ik weet niet eens wat het allemaal is. Dat weet ik ook niet altijd. Maar een horloge is hier dus ook welkom, ja. Een oud horloge. Ja, en een hoop dingen heb ik al jaren in mijn bezit. Die liggen, te popelen om gebruikt te worden. Ja, uiteindelijk ligt op te wachten. Ja. Ja, het is heel veel, maar ja, in de loop van de tijd is de selectieprocedure wel wat scherper geworden. Als ik op een rommelmarkt loop, zie ik in één oogopslag of ik iets kan gebruiken of niet. En voorheen was daar vaak nog wel eens wat twijfel over, dus dan mag je meenemen. De buit was toen aanmerkelijk groter dan tegenwoordig, want het gebeurt vaak dat ik met lege handen weer wegga. Ja, toch wel. Ja. Ja. En ik zag iets, op een foto en nu zie ik het hier ook, een schedel. Ja. Dat is een echte? Dat is een echte, ja. Een menselijke schedel. Ja. Dus je gaat ook de kerkhof af? Nou, daar laat ik me niet over uit. Nee, zover gaat het niet. Hoewel, in het buitenland wordt er wel eens wat ruimer omgesprongen op kerkhoven met menselijk materiaal. En ik moet zeggen dat ik daar wel eens een kootje van heb meegenomen. Ja, wat een hele reis in mijn broekzak heb meegereisd tijdens een wandeltocht in Ierland en later in een object beland is. En een gebit, tanden? Ik heb dat ergens van je gezien, ik zie het zo even niet. Ja, nee, klopt. Dat is een kastje wat verkocht is een aantal jaren terug. En dat had ik gemonteerd in een oud klokkastje en de titel was De Tand destijds. En dat waren echte tanden? Nee, dat was een gebied, een oud kunstgebied. Ja. Oké. Ja. Ik geef graag een kwinkslag in de titel van de objecten die ik maak. En dat maakt het ook vaak wat luchtiger. En, brengt de vrolijke noot in het geheel. Ja. Je werkt in opdracht? Niet zo vaak. Nee, meestal ga ik mijn eigen gang en volg ik mijn eigen kronkels. En dat vindt uiteindelijk zijn weg wel. Ja. In de opdracht werken gebeurt wel, maar dat heeft niet echt mijn voorkeur. Ik vind het dan toch moeilijker om mezelf te verplaatsen in de geest van iemand anders, wat diegene wil. Meestal komt dat wel goed, maar ik ga liever lekker mijn eigen gang. Ja, begrijp ik ook. Je exposeert zo nu en dan? Regelmatig, ja. Regelmatig. Kunsttiendaagse in Bergen, jaarlijks. Twee jaar is hier is Schorel de Schorelse Kunsten. Dat is ook volgende maand weer in aantocht. Dan hou ik hier open atelier. Wordt druk bezocht, want mensen die komen hier graag even kijken wat er in dat rare gebouw te zien is. Leuk, welke dagen zijn dat? Dat is het weekend van 15, 16 juni. Oké. En een skelet? Ja, een skelet van een ree, wat ik jaren terug gevonden heb en gedeeltelijk in elkaar gezet heb weer. Dus het is allemaal inspirerend materiaal. Ja, allemaal uit het leven. Of uit de dood. Ja. Ook inherent aan het vergankelijke materiaal wat ik gebruik. Ja, en daar is je werktafel. Ja. Lijm en tangen en... Dat is echt je... Dat is echt de plek waar het gebeurt, ja. Ja. Daar heb ik ook goed licht en daar sta ik te werken. Dus prima plek. En hoeveel uren per week ben je daarmee bezig? Dat is heel verschillend. Ik probeer er minimaal één dag in de week te zijn. En dan ook een volle dag. Vaak ook nog wel 's avonds, maar ja, dat lukt niet altijd. Er is ook altijd van alles te doen. Dus je maakt van een oude klok een kast, oude van klok, een lade, kan werkelijk van alles zijn, ja. Kastjes van optische instrumenten, een lade zeg je, dat is een speelkast, een doos met... Ik zie het helemaal verkeerd natuurlijk. Een schaakkist. Ja. Dus het staat te wachten. Ja. Maar daar let je dus wel op, waarschijnlijk als je bij een kringloop of op een rommelmarkt bent, waar je een kastje van kan maken of wat een kastje kan worden. Ja, het moet oud zijn, iets vanuit de jaren 50 of 60, dat past eigenlijk meestal niet bij wat ik zoek. Nee.
moet echt, wat ik al zei, een verleden achter zich hebben. En er hoeft geen glas voor te zitten? Of doe je dat uiteindelijk wel? Dat doe ik meestal wel zelf, omdat het vaak kwetsbaar is wat erin zit. Het geeft ook een extra dimensie aan het geheel om de boel af te sluiten, letterlijk en figuurlijk. En het is ook praktisch, want het wordt niet stoffig. En die combinatie is prima. Ja. Maar ik gebruik dan ook weer oud glas om het in elkaar te zetten. Ja, het moet wel passen. Het moet passen, ja. Ik zet het ook het liefst met oude schroeven en spijkers in elkaar. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. Ja, ja, die kast die fascineert me ook enorm. Ja. Ik zie zelfs oorlogsbeeldjes. Ja, tinnen soldaatjes. Tinnen soldaatjes, ja. Ja. Botjes, stenen balletjes. Ik heb iets, een klik met ronde voorwerpen heb ik al heel vaak gebruikt in mijn materiaal. Een poppenkopje. Ja, poppenkopje. Flesjes. Beestjes op sterk water. Het is echt heel divers. Ja, beestjes op sterk water. Ja. Ja. Ja, veel, ik gebruik ook veel natuurlijk materiaal. Ja. Eieren, ik heb een vogelmummie hier liggen. Ik heb een object gemaakt met daarin een hazenhart op sterk water. Alles is bruikbaar voor mij. Die heb je hier niet meer? Die heb ik hier niet, nee, die is verkocht. Oh, ja. Ja, van alles is het natuurlijk maar één. Ja, het zijn unica, ja. Ja, ik zie dat. Ik kan wel eens met titels werken die twee of drie keer toepas, maar alle objecten die ik maak zijn uniek. Uniek, ja.
Willem, ik vind het fascinerend wat je doet. Je bent dankjewel. Een uniek kunstenaar. En dankjewel dat we dit gesprek hadden. Heel graag gedaan. Ik vond het ook leuk. Dankjewel. Laatste vraag. Mogen we nog even rondkijken? Natuurlijk. En wat, in mijn privémuseum. En wat foto's nemen. Ga lekker in je gang. Oké. En bedankt. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens.